Als ik ze wil hebben, moet ik toch minstens 2 uur voor aan bellen. Overlaatst heb ik 1 uur en 20 minuten gebeld, om de 3 minuten. Ik vind het dikwijls heel problematisch. Zeker als ik onverwachts ergens naartoe. Als mijn trein van 7:50 aankomt, dan neem ik nog een bel. Dus daarna niet meer. Doordat ik hier woon en zo, kom ik wel in contact met jouw mensen en buren en zo. Dat die het er moeilijk mee hebben. Ook het feit dat ze iedere keer moeten blijven bellen. Dat ze daar de moed niet voor hebben. Dat ze dan... Ik s'morgens beslis om in de namiddag iets leuks te gaan doen en ik probeer de belbuscentrale te contacteren, loopt het 9 op de 10 keer uit op een teleurstelling. Ja. Ook kan je zogezegd tot 2 uur voor vertrek reserveren, maar de kans daarop is zeer klein. Je zegt dus ook dat ze bepaalde dokters moeten afzeggen, omdat een belbus niet beschikbaar is. Ook als je bij een dokter buiten komt, je weet niet wanneer dat je buiten bent. Ik belde altijd, ik kan 2 dagen op verand. Ik zou dat geilen hebben, dat er een vaste bus moest zijn, op vaste tijdstippen, en dan ging de red. Absoluut.